State of Things is mijn eerste solo-presentatie van werk dat ik de afgelopen maanden gecreëerd heb. De titel die refereert eigenlijk naar verschillende dingen. Het is een soort persoonlijk statusrapport van mijn artistiek proces en ook van de ontwikkeling van mijn eigen beeldtaal. Maar tegelijkertijd is het ook een statusrapport van de emancipatie van de vrouwelijke kunstenaar. Dus in hoeverre kunnen we nog bepaalde rollen toe-eigenen of willen we die nog toe-eigenen? En hoe gaan we om met preconcepties en vooroordelen? State of Things is echt opgevat als een installatie in situ. Er is effectief ook een werk dat gemaakt zal worden in de dagen voor de opening. En ik geloof gewoon dat kunst iets moet transformeren, iets in gang moet zetten. En dat kan een transformatie zijn in de toeschouwer, wanneer je het werk ziet. Maar dat kan dus ook een transformatie zijn van een bepaalde space of ruimte. Nu, de ruimte bij KL8 is een garage in Brussel. Dus een erg unieke ruimte met ook uitdagingen. Zoals er brood gisteren een lek dat we nu in allerijl aan het proberen fixen zijn. Maar voor mij is het een heel interessant proces om te kijken hoe dat de werken de ruimte eigenlijk veranderen. En ook om te zien hoe de werken met elkaar in gesprek gaan gaan en dus ook op hun beurt met de ruimte zelf. Ik voel in mijn werk eigenlijk meer en meer die materialiteit van textiel opduiken. Nu, ik heb een achtergrond als modeontwerper en ik heb altijd die affiniteit heel erg gevoeld met stoffen en texturen. Maar ik heb er ook een dubbele relatie mee. Enerzijds, textiel kan erg troostend zijn, denk maar aan een warm dekentje. Het kan ook empowering zijn of zelfs ontroerend. En aan de andere kant stoot het bij mij ook wel op wat weerstand. Het kan een beetje een keurslijf worden, een soort esthetische flow waar je je aan moet houden, waar je je moet inpassen, die ook pleasing moet zijn, aangenaam. En dan kom ik met mijn gedachten terug bij de decoratieve functie die de vrouw in de geschiedenis heel lang heeft moeten vervullen. En ja, soit belle, tais-toi. Nu, ik probeer in mijn leven en in mijn kunst die schoonheid te combineren met kracht en visie. En dat is wat ik hier ook wel probeer te bewerkstelligen. Mijn werk is stevig verankerd in de kunstgeschiedenis. Ik heb een opleiding als kunsthistorica genoten, dus dat zal daar zeker mee te maken hebben. Niet enkel het onderzoek naar het technische, dus die traditionele olieverftechniek, maar ook zeker in de iconografie. Bijvoorbeeld het pre-renaissancistische concept van hoe de realiteit wordt weergegeven. Dus zij gebruiken niet het mathematisch perspectief, maar echt een soort symbolisch perspectief om eigenlijk echt verhoudingen en belangen te kunnen weergeven. Zo wordt bijvoorbeeld iets dat heel belangrijk is, groter voorgesteld. Dat is ook een onderzoek waar ik echt mee bezig ben. En ja, ik gebruik eigenlijk die databank van beelden om eigenlijk tot nieuwe beelden te komen. En de manier waarop dat proces gaat, dat is ook iets wat mij heel erg bezighoudt in mijn werk.